Ah, die is in de eerste 5 minuten, zag ik je 2 keer balverlies leiden, maar dan maak je alles weer goed met een prachtige assist. Ja, op die positie is het soms een beetje zoeken, maar ik ben iemand die blijft proberen, dus ik had het zelf niet echt opgemerkt. Dus dank u voor deze anekdote, maar ja, we doen gewoon ons best en proberen om gaatjes te vinden, dus creatief te zijn en dan kan het wel eens fout gaan, maar bij het eerste doelpunt ging het wel goed en dan staan we direct op 1-0, dus dat is positief. Was het een makkelijke overwinning of leek dat alleen maar zo? Nee, er stond een goede ploeg voor ons, maar we hebben wel met nodig engagement die wedstrijd begonnen, waardoor dat we vrij snel op 1-0 kwamen en dan voor de rust nog 2-0. Dus dat was het voor ons al het moeilijkste was gebeurd. Maar dan proberen ze in de tweede helft toch nog in de wedstrijd te komen. Maar uiteindelijk, na die rode kaart, was het wel gespeeld, denk ik. Dus goede overwinning. En het belangrijkste vandaag is dat we doorgaan naar de volgende ronde. Een beetje een moeilijk seizoen. Maar het is wel de 15e keer op rij dat we ons kwalificeren voor de kwartfinale. Dus lijkt me nu dat we keihard moeten gaan voor die finale. Hè? Ja, sowieso. Er zijn al veel ploegen gesneuveld in de vorige rondes. Dus ja, we moeten gewoon proberen om goed te focussen op onszelf en dan om te proberen zo ver mogelijk te gaan en die finale te spelen en te winnen. Wie is jouw favoriete tegenstander? Om eerlijk te zijn weet ik niet wie nog allemaal in de beker zit, maar zoals ik zeg, ik denk dat het belangrijkste is dat we gewoon op onszelf focussen en dan gewoon proberen zo ver mogelijk te gaan.